Jezus, check die kleuren. Oh, die passen zo goed. Damn, alleen die spikes moeten nou nog een andere kleur, vinden jullie niet? Oh, zo vet, zo vet. Hey, welkom terug iedereen bij een nieuwe aflevering van Ark Ragnarok. Ik hoop dat jullie er weer klaar voor zitten, want vandaag gaan we gewoon weer Ark spelen, jongen. Kom op, wat verwachten jullie? We gaan gewoon lekker Ark Ragnarokken, alsof het een normale Ark Ragnarok dag is. Maar laten we meteen beginnen. De vorige keer heb ik natuurlijk nog even lekker de preserving bin aangetikt. En zoals jullie kunnen zien, 133 prime meat jerky en 133 cooked meat jerky. Wat betekent? Ja, jongelui, dat betekent dat ik ze natuurlijk even kan opslaan in de koelkast. Ja, waar moet ik anders mee? En dat ik dan met de industrial cooker nu eindelijk na al die eeuwen heel veel Rex kibbel kan. Oké, fuck, ik doe maar 120 poelen. Rex kibbel kan maken, waarmee ik dus plesiosaurussen kan tamen in de toekomst. Want hier hebben wij een journeyman plesiosaurus platform saddle. Prima, right? Mooi, dat is leuk. Dus ik begin even lekker met deze kraft van de kibbel. Oh jee, die is al bijna klaar. Nou ja, weet je, die laat ik lekker draaien. En dan wil ik nu dus eigenlijk even gaan beginnen met de beefs een klein beetje fatsoeneer. Ik heb al een paar van deze dingetjes gemaakt. Of kan ik er dragen? 2. En kan ik nog een derde dragen? Nou, het kan net. Boeien. We doen het gewoon met een derde. Maar, nee, wacht. Dan kan ik niet springen. Dat is niet handig. Dat is absoluut niet handig. Oh ja, laat ik even de olifant in de room aanspreken. Zoals jullie kunnen zien in mijn inventory heb ik een Ascendant Chainsaw. Een Mastercraft Chainsaw. Een Ascendant Flamethrower. En, deze zat er ook in. En een Ascendant Flak Gauntlet Blueprint. Jullie vragen je vast en zeker af waarom ik die heb. Nou, dat zal ik eens vertellen. Ik deed mee met Vincent zijn opname. En toen pakte ik een gele drop. En daar zat het allemaal in. Echt allemaal. Dus ik stel ook meteen voor om voor deze aflevering drops te gaan looten. En kijken of daar hele mooie shiny dingetjes in zitten. Hoogstwaarschijnlijk wel. Maar, het is sowieso nog iets wat ik moet doen. Want ik wil meer betere wapens en gear hebben. Dus dat Ascendant vlak is een mooi begin. Maar ja, laten we nu eens even lekker een klein beetje bouwen. Wat ik dus wil doen is dit afzetten. Hij moet niet. Nee. Ik wil dit afzetten. Heb ik een pick-up gun bij me? Oh, nou, ik moet niet. Oké, we gaan hem even nieuw maken. Ik heb hem ergens in gedaan. Oh, goddammit. Ja, dat was niezen. Ik weet het. Het klonk niet als niezen, maar het was een nies. En anyway, dit is die demo gun, hè? Fuck. Hoe heet die gun nou? Ik ben het gewoon vergeten, man. Euthanasia transfer. No. Nee, het is de pistol. Nee, hoe de fuck, what the fuck was dit dan? Demo gun, wat heb ik die niet meer geleerd? Oh, misschien had ik hem wel nooit geleerd, maar had ik er eentje van Joost nog over of zo. Ja, weet je, dat zou kunnen, right? Dus, hey, ik heb er even zelf in gemaakt. Nou ben ik een coole boy. En dan ga ik dus even, omdat het me toch opvalt dat daarboven, dat het uitsteekt. Dat is niet echt chill. Dus wat ik ga doen, ik kan deze natuurlijk niet weghalen, want dan stort dat allemaal in bij de generator. Dus ik ga even een nieuwe support bouwen. Nee, godverdomme, zo irritant als je de wapen in hebt gezet. Ga weg. Ik ga deze oppakken. En dan meteen dat plaatsen. Oh nee, dan komt dat een scheid. Nee, ik zet dat wapen uit. Jezus, ik kan niet bouwen met die shit. Kijk, prima. Mooi geregeld, pik. En nu zou ik dus in principe wel deze weg kunnen halen. Maar die doe ik al op het laatste. Dus ja, dan nog even daar al. En dan moet ik even speciaal een ander wapen inzetten en al dat. Hey, lekker bezig, freak. Oké, dat is dus mijn plan op dit moment. Gewoon even de kern dichtbouwen. Moet ook gebeuren. We willen natuurlijk niet dat er bepaalde zwakheden in de base hangen. Zoals zeg maar de hele base al is. Gewoon zwak. Dit is geen echte mannenbase. Grapje, dit is wel best wel een mannenbase. Ah ja, en wat ik dan ook nog wil doen, is niet belangrijk. Nee. Nee, grapje. Ik wil bepaalde dingen nog doen. En yo, ik moet legit een trap gaan maken hier. Want het wordt wel een beetje pittig. Er is één big ass trap. Maar ik ben even vergeten hoe die. Dit is deze. Het is deze gewoon. Alright, we hebben 12 steel boeien. We gooien het daar gewoon in, right? En dan kijken we wel wat er gebeurt. Dan pak ik nu even een lekker pilsje erbij. Ah, grapje. Oh, trouwens, ik krijg wel eens comments van. Hey, Rudy, wil je minder schelden? En denk van wat? Heb ik gescholden in die video? Ik ben natuurlijk iets ouder. Dus voor mij is het niet echt zo heavy. Maar ik snap dat voor sommige jonge kijkers het natuurlijk niet chill is. En vooral voor de ouders. Geen idee wat ik nog echt veel zeg. Buiten F en K en T. Even simpel gezegd. Maar moet ik minderen? Moet ik er even bewust op gaan letten? Wat vinden jullie? Let me know. Misschien ook wel een polletje erin. Oké, we gaan eerst even deze gekke trap plaatsen. Want nou ben ik op. Oh, holy shit. Kan het hier aan snappen of zo? No ground or. Wow, dit ding is huge, man. Oké, het heeft geen snap point. Maar ik zou het hier wel kunnen plaatsen. Waar zit zeg maar het. Oké, die doen we dadelijk even hoor. Die doen we dadelijk even. Eerst even deze walls. Ik ben een beetje verward nu. Die en die. En. Net op tijd. Haha. Ingesloten buurt. Oh, en het B-woord, sorry. Hoeveel hebben we nog nodig? 1, 4. Oké, lekker. Uit, lekker. Oké, nou, die slakken die moeten hier eigenlijk wel even weg. Eerlijk gezegd, dus ik laat hem maar even openstaan hier. Waarom heb ik die slakken neergezet? Ik heb geen idee. Hey jongens, waar willen jullie heen? Zal ik ze gewoon dood laten gaan van de honger?
Kan ook nog, hè. Oké, pak wel even al jullie CP en shit eruit. Dank u wel. En jij ook nog. Hey, yo, done. Dan moet ik even kijken. Wat was de allereerste wall? Ik denk ja, deze. 100% deze. Dus als ik nou even deze weghaal. Pam. Oh, no! Ik weet niet wat er kapot is, maar volgens mij ging er iets kapot. In ieder geval, jij ook even weg. Dan is dit nu gereed, I guess. Ja, oh! Wat? Wat viel er? Oh, nee. Dit klinkt echt totaal niet goed. Wat viel er nou? Dit en niet. Huh. Is er iets uit? Of was het die wall die hierboven stond of zo? Ik ben nu een klein beetje verward, to be honest. Nou, anyway. Kijk, wat moet er nog in? Nog één. Yo, jongens, what the fuck? Laten we even snel boven checken of er enige schade is. Het lijkt er niet op. Alleen, ja, dit is weg. Deze wall. Ja, boeien. Kirk. Maar ja, pech dan. Ik ga deze ook trouwens even dichtmaken. Ja, heel mooi. Oké. Okay. En ja, dan moet ik deze eigenlijk nog dichtmaken. Maar ja, wat ga ik doen met die Argentina's? Ik ga ze denk gewoon buiten neerzetten. Ja, boeien. Ga daar staan. Ga daar staan. Dan geef ik ze iets meer plek om rond te lopen. Zeg gewoon even wooden fence erbij. En daar. Alright. En dan maak ik deze kern nu even dicht. Alleen één probleem. Als ik dit doe, kan ik niet meer echt naar binnen hier al. Want ik kan hier geen dooropening of doorway inzetten. Maakt het veel uit? Nee, niet heel veel. Dat is nog wel een handig plekje over vals of wat dan ook. Of ja. Ah, ik weet niet, man. Ik weet niet. Nee, ik denk dat ik het voor nu gewoon zo laat. En anders verzin ik wel iets anders, toch? Ja, slakken. Dit is ook wel een heel mooi plekje. Ik snap niet waarom jullie nou per se hierin moeten. Maar man. Gekke beesten, man. Oké, chill. Dan, ja. Ziet er best wel dik uit. Wat zit er dan allemaal in? Ik zag wel één klein schoonheidsfoutje. Moet ik even over zeuren. Zo. Nou is het strak. Ja, net als mijn billen. Oh nee, toch niet. Blubberbillen. Een grapje. What the fuck. Oké, we hebben heel veel eitjes. Het gaat mij nu vooral om de stego's. Alles voor levelen en de rest. Rest boeit niet zo. Oh ja, de PTE's voor nog voor de kleur en zo. Maar oké, okay, dit ding. Dit gekke ding. Heel handig. Heel handig. Maar oh my god. Ik kan hem even neerzetten voor het idee. Oké, okay, kunnen we hierop? Kunnen we hierop? En mannen doen me denken aan de PUBG tijden, man. Oké, okay, we zijn bijna boven, jongens. Dus 10 kilometer, ik zweer. En dan zijn we er eindelijk. Oké, okay, dit is totaal niet handig. Ik ga liever met de grappling hook. Maar we komen er. We komen er wel. Oké, okay, maar deze kant is dus het afstapje. Nou, dan weten we dat ook weer, hè. Vet, man. Nou zou ik gewoon... Oh, nee, wacht. Kan ik nog niet gewoon dat doen? Dan dat. En dan dit. En dan bam. Got hem. Oké, jij paal. Paal met teerders. Laat me zien wat je in huis hebt. Waarom kun je op sommige plekken wel en andere totaal niet? Auw. Oké, dus als ik hem... Als ik hem hier neerpaal. Laten we zeggen zoiets. Oké, we proberen hem even uit. Hey, lasagna. Wallabadada spaghetti. Oh, no. Ik heb zo'n idee dat dit ding normaal moet snappen, maar boeien. Ik denk dat het wel werkt zo met dat gekke bruggetje. Ja! Aha! We zijn boven. Het werkt. Cool. Nou, geen fall damage. Prima. Maar dan laten we dat voor nu zo even. Ik vind het wel helemaal prima. En dan gaan we nu dus over even kijken op... Ja, laten wij drops. Nee, wacht. Laten we eerst even wat baby's uitkomen. Of uit laten komen. De stego's, want dat zijn er niet zo heel veel. En laten we dan even drops gaan zoeken met de PTE. En dan gaan we eens even skieken. Alright, hier staat dat gekke ding. Unpowered pakken we 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6? 6 stego-eitjes. Zijn er niet heel veel, zoals ik zei. Dit is niet de beste plek. Meer. Moet ik nog even oplappen. Maar ja, dat hebben we natuurlijk zo opgelapt. We gaan gewoon even hierin en dan pakken we de nodige dingen. Zoals die walls van net die we open hebben. Van dat gekke dingen doen. En heb ik echt geen steen meer? Nou, fuck it. Deze twee. Heb ik twee foundations nodig? Door even snel checken. Ja, twee. Oké. Yeah, twee foundations. Dank u wel. Het is steeds een lelijk hok dan, maar boeien. Hey, Kirk. Ik bedoel, komt goed. Oh ja, en jij? Jij mag ook even dood. Waar is mijn euthanasie gun? Want er komt een dino cap aan. En die moet ik natuurlijk wel even heilig houden. Oh, wat leeft hij nog? En die moet ik natuurlijk wel even heilig houden. En ik moet natuurlijk niet te veel dino's hebben. Dat is vooral wat ik bedoel. Dus die T-Rex die gaan voor mijn part ook nog dood. Alleen ja, die moet ik even overleggen met Joe's. Ik denk niet echt dat het hem boeit. We hebben wel één van 226. Maar ja, Kurk en zo. Alright, dan ga ik dus nu even snel die foundations plaatsen. Daar eentje. En hopsakee. Daar. Oh, nee! God damn it, damn it. Waarom doe ik dit altijd? Pick up. En dan natuurlijk hier eentje. Chill. En dan even de walls. Om natuurlijk het hokje dicht te zetten. Anders ontsnapt alles aan de dood. En dat willen we niet. Ja, dit is wel weer zo'n probleempje. Die ceiling. Daar gaan ze gegarandeerd doorheen slippen. Maar alright. De stego axe. Als het goed is, hebben we geen extra warmte nodig. Dus dit komt wel goed. Het is allemaal maar 1 seconde werk. Dus incubating 4 seconden, 3 seconden. Ja, prima. Ze komen nu uit. Oh shit, we hebben eentje met een rode buik. Dat is zo'n toffe kleur, man. Dat is echt een reetkleur. Dude, ja. Je bent mijn nieuwe vriend. Jij bent mijn nieuwe vriend, man. Level 222. Hier een van 228, 28. 230. Oeh, 232. Damn, diegene met de mutatie is de laagste. Dat is een male in ieder geval. Wat zijn dit? Ja, ik moet ze sowieso even allemaal claimen. Oké, sick. Echt heel vet. Wat ben jij? 32 male. Hebben we alleen maar males gekregen? Ook al een male. Ja, het zijn allemaal twins natuurlijk. Alleen, oké. Deze zijn blijkbaar allebei female. Damn, dat ging hard, man. Ze bewaren deze male. Dat is de hoogste tot nu toe. Wat is een stad? Ja, I don't know. 32 zijn
zijn nice, maar we hebben eigenlijk niet zoveel mails nodig. Dat is jouw stad. Deze hebben minder AP, dus we maken deze allebei dood. Nee, maar dat is ook 39. Ja, die maken ook dood, oké. Okay. Alright, we hebben nog meer. Jullie zijn allebei female. Met 42,90 HP. Alright, alright, alright. En jullie hebben ook 42,90. Oh nee, jij bent die 232. En dan hebben we deze level 227. Ja, oké. Okay. Dus deze twee females gaan ook dood. Yes. Oké. Okay. Dan krijgen we dus weer één toffe kleur stego erbij. En één lekker leveltje. Dus prima pick. Moet ik wel even wat besties hebben natuurlijk. Tada, besties in de pocket. Dus rode stegelman. Mijn favoriet tot nu toe. Ga je lekker staan. Ga lekker meteen hitje. En ja, jij bent nou de mail. Ik denk dat ik je sowieso in de breeding chain ga zetten. En dan moet ik even de andere mail vinden en uitzetten. Was jij dat? 230. Nee, weet je wat? Dan ga ik jou gewoon meteen doodmaken. 230 stego. Wacht, dat ben jij. Spijt me pick. Doe niet zo dramatisch man. Alright, chill. Dan hebben we je als het goed is alleen nog maar females. Yeah, van 222. Oeh, nee dank je. Oh, 49 levels door, maar deze gaat eruit. Yeah, het spijt me female, je hebt je best gedaan. Er staat nog wel een mannetje met 228, maar ik kan er wel ziek op HP levelen nog. Dus ik denk eerlijk gezegd dat ik deze nog even ga bewaren. En die zet ik dan even hier neer en die noem ik dan even... Oh, nee, stop maar wandering. En deze noem ik dan even Tank 1 Fodder. Dan weet ik dat deze bedoeld is voor een raid bijvoorbeeld en dat hij me niet boeit als hij doodgaat. Prima. Stego-chan, jij bent Gen 1. Ik bedoel, je bent sterker zomaar. Ben je echt nog nodig, hero? Ik denk dat ik jou ook uit de chain ga halen. Gewoon voor de kans op mutaties. Ja, dat ga ik doen. Ik zet Stego-chan hier ook even in. Of neer. Plap. Oh, jezus. Check die kleuren. Oh, die passen zo goed. Damn. Alleen die spikes moeten nou nog een andere kleur. Vinden jullie niet? Oh, zo vet, zo vet. Alright, maar we moeten wel even kijken natuurlijk bij de rest van de makkers. Hey makkers. How you doing? Hallo makkementelers. Jullie zijn nu de hoogste females. Dus je moet je ook gedragen als een upper-class female, oké? Okay? Hey. Jij moet nu niet de deur uit. Alright, deze worden ook even allemaal erbij ingezet. Red one. Prap. Dan weet ik in ieder geval waar die vandaan komt natuurlijk. We hebben een paar high level females en we hebben een heel high level male. 232. Daar is deze makker natuurlijk super blij mee. Haha, meters, ja. Maar nou vraag ik me af. Moet ik even nog PTA's breeden? Ik wil eigenlijk liever de Tila's doen. Maar oké, weet je wat ik ga doen? Ik ga een heel snel fragment van levelen doen. Dus ik zeg... Hey jongens, ik ga nu levelen. En dan zien jullie wanneer ik klaar ben met alles doden. Geen tussenstuk, dus jullie zien er niks van. Het kost mij alleen tijd. Hey jongens, ik ga nu levelen. Kijk, ik doe de deur dicht, gooi je alle eieren neer. Zijn maar alle sauwers. Niemand gives a shit. Kijk, ze komen allemaal uit. Oeh, spannend zeg, wauw. Ja, maar jezus, dan moet ik net een nieuwe mutatie erbij hebben. En waarom heb ik al twee rode mutaties gehad vandaag? Nou, super tof man. Een donkerrode allosaurus erbij. Dit is wel echt het... tofste kleur die je kunt hebben in mijn mening. Oeh, hier ga ik geld voor vragen jongens. Als iemand een dikke rode allosaurus wil waar ik in vast zit. Hell yeah. Kom maar op. Oh my god. Er is ook nog een chickie ook. Oké, disable. Kom, blijf staan. En dan binnenkort kap ik echt volledig met allosaurus hybride, oké? Dus ik ga allemaal weg. En dan pak ik van elke mooie kleur één soort. En die zet ik gewoon in een vitrine neer, oké? Okay? Zodat het er staat en vereeuwigd kan worden. Mijn beste mutaties ooit. Hey, dat klonk als een titel. Denken jullie niet? Beste mutaties ooit. Ja, dat klinkt wel als een Rudy titel. Ja. En de PTE's zijn too cold. Man, net als mijn pilsje. Godverdomme. Veel te koud. Heb ik toch alsnog even een generatortje moeten plaatsen. Man, wat zijn die PTE's veel eisend. Kom er maar uit, pikkies. Godverdamme, is dit alles? Hoe dat ik hier een mooi dik wapen voor heb. Dit is wel handig. Oh, dit is super handig. Holy shit. Damn. Had ik veel eerder moeten doen, joh. Oké, volgende ronde. Zo chill. Ja, maar doe ik ze meteen allemaal. Fuck dat. Waarom niet? Donkerblauw. Gele, dan ook 230 plus. Dat is er één van 230. Oké, okay, jullie gaan dood. Oké, we hebben 3 PTA's over. Ja, wat valt er over te zeggen? Niet zoveel. Alright jongens, daar staan ze dan. Blauw Gen 2, geel Gen 2 en blauw Gen 2. Ik heb deze ook even gerenamed en ik heb een paar gekild. We hebben weer een nieuwe lading erbij. Ik had eigenlijk gehoopt op een nieuw kleurtje, maar ja, ik kan niet alles hebben. Dus, even kijken. Moet ik blauw Gen 1 weghalen? Nee. Laat ik nog maar even houden. Kan hem wel. Oeh, deze heeft heel weinig stamina. Echt heel weinig. Holy shit. Het is ook gewoon echt nadat die stamina niet doorlevelt. Maar oké. Ja, we gaan in ieder geval wel lekker. Ik zet even de slakjes hier weer neer. Yo, hey, ga er eens achter staan. Man. Net als je broeders. Maar oké, dat was het dan. Het breedgedeelte. Dat duurde niet echt lang voor jullie. Maar hey, voor mij wel. En dit ding is nu wel lekker leeg. Wat betekent dat ik nog even eitjes kan droppen. Hoeveel kan ik er droppen? 49. En dan gaan we even op schat. Kistenjacht. Ekkes kieken. Het zijn vooral eigenlijk de stegels die me boeien. En ik heb hier nog een Megalania ei. Joost, kom je ei ophalen. Meh. Kijk, ik denk dat deze eitjes wel op worden geraapt dadelijk. Alhoewel, lijkt er niet echt op, maar... Ik hoop dat deze ook worden opgepakt.
Ja, vast wel. Prima. Alright. Laten wij onze PTE-mattie voor mijn andere brattiezakjes pakken. Dat ben jij. Ja hoor. En dan gaan we eens even lekker vliegen. Heb ik genoeg weight bij me? Ja, die kast die kan weg. Het zadel heb ik ook helemaal niet nodig. Ja, ik vind het wel best. Oh, trouwens, voordat we gaan. Voor de volgende aflevering gaan we dus waarschijnlijk een onderwateravontuur houden. Dus... is het misschien wel handig dat ik even het scuba gear maak, toch? Want voor mij ben ik waarschijnlijk toch ook kwijt. Scuba. Yes. Pull everything. Alright, nu hebben we scuba. Hey, maar niet de complete set. Die laten we ook nog eens even de rest leren. De leggings voor de installation en het masker voor. Al die onnodige stierkak. Oké, en de... Wow. Wow, we hebben niet genoeg. We hebben niet genoeg voor de broek. Waarom niet? Ja, nu wel. Oké, het lag aan de polymeer. Oeh. Alright, scuba set compleet. Laten we doorgaan. Hey, dude. Laten wij drops gaan farmen. Kunnen wij natuurlijk doen. In een schoen. En daarmee bedoel ik in een ijskave. Dus laten we even zo verpakken. Ah, goddammit. Ik heb die niet geleerd, die Engram. Hebben we hier nog fur in zitten? Yes, the fur. Volgens mij niet. Dan leren we het maar. Rip Engram. Zo echt tijd voor een mindvibe, jongens. Binnenkort. Binnenkort. Poelen die muts. En we poelen de schoentjes. Want die had ik volgens mij nog niet. En de borst. De borst heb ik ook nog niet. Alright, lekker. Dan moet ik de lelijke fur weer aan. Leuk, man. Chill. Snap je? Want het is koud. Haha. Grapjes met Rudy. Wauw. Laten we gaan. Ah joh, dan spant hij gewoon een stego. Ik ben niet voor niks toen lang bezig geweest. Level 120.000. Wauw! Nee, level 20, gelukkig. Het is altijd zo naar als je super lang hebt zitten zoeken naar iets en dan erachter komt dat het bij je base spant. Maar alright, we zijn nu bij een cave met beren erin. En er is één specifieke cave met beren erin waar drops liggen. Maar eigenlijk ben ik meer benieuwd naar de landdrops. Dus zeg maar de beacons uit de lucht die ik nou totaal niet zie. Maar afijn. Goed, prima. Laten we maar gewoon beginnen met hier zoeken. Yo, bij de island kon je die dingen altijd al zien, joh. Echt overal. Valt me nou gewoon op dat ik ze niet zie of niet kan vinden. Alright, we zijn binnen. Wat doet die Archie nou hier? Hoe kom jij hier binnen, man? What the fuck? Level 25 ook nog eens. Oké, is dit Le Cave Dubert? Lijkt er wel op, maar ook niet. Oeh, dit is een wolfie. Oké, ik weet dat het een ding is, maar ik weet niet precies welke grot het is. Ik ben er vaak genoeg in geweest, want we hebben ook die Mega Therium en de wolf getamed toen een keer. Maar, oh, waar het was? I don't know, me. Geen kleu. Ik zou zeggen deze cave, man. Oh, super pittig. Super vet. Is het deze? Er zijn wel veel beren, ik bedoel. Nope, is deze niet. Oké, jammer. Het was wel ergens bij zo'n gekke richel. Hebben we hem toen ingelokt? Nee, trouwens, hij liep er vanzelf in. Het ziet er wel pittig bekend uit, jongens. Misschien. Heel misschien. Alright. Ja, ja, het ziet er bekend uit, hoor. Oh, daar hebben we een ingang. Haha. Ja, ja, nu ben ik in een grot. Ja, nee. Pff, bijna. Alright, wie heeft hier iets getamed en wat? De Griffin Rider. Ah, altijd veel riders, jongen. Ah, maar oké. Okay. Vergeet die cave drops even. Ik zie daar een paarse drop voor, maar ik ben benieuwd wat erin zit. Ik hoop dus eigenlijk op een rode drop of op een gouden. Een gele gouden, net hoe je het wil noemen. Maar we beginnen maar met de paarse. Zou ook prima moeten zijn. In veel gevallen is het gewoon goed natuurlijk. Ik ben alleen een klein beetje bang dat de headgamesmeister daar bovenop woont. Of is dat daar niet? Oh nee, lijkt erop dat het hieronder is. Of is het iemand anders? Ah, oh, dat zijn de pro-noobs. Oké. Okay. Staat hij nou een base of niet? Ik moet het weten. Niet dat hij daar inspant. Nee, oké. Okay, dit is veilig. Dit is veilig. Laten we even lekker de drop pakken. En kijken of mijn goodies erin zitten. Oh, oh, oh. Ik hoop op een pils. Ik hoop op iets Ascendant. Of Mastercraft. Het liefst een Ascendant bow. Waar ik al net al mijn resources aan uit heb gegeven voor de Mastercraft versie. Oké, okay, jongens. Pack opening. Komt ie. Oh, shit. Kijk dan. Een silencer en een... Jongen, ik kreeg tegen. Flikker toch op, man. Daar heb ik toch helemaal niks aan. Oh, dat is wel een rode base. Oké, okay, het was dus wel in de buurt. Laten we daar maar niet naartoe gaan. Ah, kijk eens aan. Een geel droppie. Laten we even snel naartoe gaan. En man, jongens. Vroeger was loot drops ook punten zoveel fijner. Met een PT met 300% movement speed. God damn it. Mop, gun me die goede shit. Er zit wel een cirkeltje omheen. Ik weet nog steeds niet wat dat betekent. Daar ben ik veel te oldschool voor. Open it. Show me. Oh, ascendant PT saddle en ram cycle shield. Oké. Okay. Dit is wel ascendant. Super chill. Dus dat wil wel iets zeggen over de drops. Oké, maar dat komt dan uit de gele. Nou wil ik een rode looten. Maar ja, rode drops moet je wel natuurlijk tegenkomen. Want die hebben al een zeldzame span op zich. Dus ja, we doen het maar met de gele. Ik zie er hier nog eentje. Is dat er ook een of is dat een witte? I can tell. We gaan groene. Zijn map is echt veel te groot wat dat betreft, joh. Hier heb je echt Classic Flyer mod voor nodig. Oh, hey, deze basis ken ik. Dit is van de Vincent Meister. Hier hebben wij een mooie deal meegesloten voor... Voor die dingen, weet je wel. Die dingen, die eieren. Waar ik die kibbel van heb gemaakt in het begin van de episode. Kijk, wat zit erin? Stego Saddle Apprentice. Oh. Oh, jammer dat er geen blueprint is, joh. Oh, dude. Dat is super chill. Want als we dus gaan raiden en we willen dus Stego's gaan gebruiken... dan is het handig om extra armor te hebben...
En dat kan dus met zo'n zadel, maar... Ja, yeah, ik heb geen blueprint ervan. Beetje jammer. Maar op zich wel mooi meegenomen natuurlijk. Gratis stuff. Ah, dat is wel vies hoor, dat ding. Zie je dat daar recht voor me? Nee, tuurlijk zie je dat niet. Er zit een PT-kop voor. Dat is een witte drop. Man, daar hebben we helemaal niks aan. Laten we verder zoeken. Alright, hier is ook niet heel veel. Dus, oh, oké, gele nog. En een paarse. Ja, die kan ik wel even om zijn beurt pakken nog. Oh, dude, holy shit. Dit is echt een hele toffe plek. Nog nooit zo gezien, joh. Dat red. Wow, chitin. Wow, kaitin. Wow. Nee, maar even for real. Deze kust is echt super mooi. Best een epische spot, jongens. En direct aan het water. Ik vraag me alleen af hoe het onder water is. Yo, dat had ik eerder moeten weten, joh. Je woont je echt in the middle of nowhere, maar het is wel echt super vet. Ja, mooi uniek plekje. Dat daar, vooral dat platformpje daar. Mocht ik ooit nog gereed worden, dit platform. Oh, hallo, hallo, hallo. Hallo, jongens. Wat is dit? Oh, what the fuck? Maar wie woont hier nou weer? De reusabele speermannen, no! En ik denk even een mooi plekje te vinden. Zal ik gewoon hier gaan wonen? En dan elke ochtend een krantje van ze stelen. Hé, buurman, ik heb je krant genakt! Ja, jammer. Had ik kunnen doen. Maar ja, wat kan ik erover zeggen? Grote map, trage PTE. Of ja, trage ze wel anders, maar de map is groot. En stemmen en zo. Daar is nog een paarse. Zou ik nog kunnen pakken, denk ik. Daar zie ik gewoon niks in de omgeving. Echt bizar. En daar zijn we dan, hoor. Bij de paarse dropmentairders. Nou, niet verdwijnen voor mijn neus. Oké, nee, ik had nog tijd zat. Wauw. Mastercraft Kaiten. Mastercraft Kaiten. Ah, een metal hatch frame. Dat en dat. Man. Weet je, qua rang niet slecht, maar de items zo middelmatig. Alsof het een paarse middelmatige drop is. Ja, waar kan ik nou nog heen? Nog een rondje map? Bedoel, ben daar toch lekker aan het vliegen. Man. Nee, ik ga denk ik even checken bij onze oude base. Rest in peace. En, I don't know, man. I don't know. Nou, dan moet ik hem nu wel kunnen zien, hoor. Dit ziet er wel heel vet uit, trouwens. Zo, die size van de map. Super dope. Nee, ik zie daar helemaal niks. Echt niks. Alright, nog even één paarse drop. Oh, damn. Een paar dropjes later en heel wat minuten later. Nog steeds niet echt veel, maar... Ik ben wel een beetje benieuwd. Want ik heb wel een Ascendant zadel gekregen. Pittig nice. Alleen ja. De items. Het is natuurlijk wel geluk. Want ik wil natuurlijk een tering goede compoundboog. Maar krijg je niet zomaar. Maar het ziet er wel allemaal veelbelovend uit. Eerlijk is eerlijk. Als hier gewoon een dikke Mastercraft wat dan ook in zit. Prima. Weet je. Ik neem het aan. Oké, dat bedoelde ik dus niet. Hé, wel een kaprapoepoe zadel. En weer Kaiten. Wat heeft deze game met Kaiten? God damn it, Kaiten. Oké, we gaan weer verder. En ja hoor, speak of the devil. Een rode beacon bij mijn base. Is dat een gele of een witte? Soms als het mistig is, kan ik het nooit goed zien. Hoe lang duurt dit nou? Oké, dit duurt nog even. Laat ik dan maar eerst naar achter vliegen. Oh man, dit is zo'n moeizaam avontuur. Die moesten ze weten hoe lang het vliegen duurt, man. Volgens mij is dat gewoon een witte, by the way. Oké, dus die negeer. Wauw. Brontomentaire mensen. Ja hoor, daar hebben we hem. Bijna. Oh, man. Oké, nou ben ik benieuwd. Show me the good stuff. The good stuff. Oké, daar hebben we hem. Oh, nee. Dit is niet de good stuff waar ik het over had, jongens. Wel echt een rete goed skill, by the way. Damn. Mastercraft shield? Dank je. Mastercraft PTE zadel. We hebben Ascendant. Maar dank je. En Mastercraft... Wat heeft deze game met chitten? Hè? Ik heb nou bijna Mastercraft chitten setje. Wat is dit van bullshit? Hé, hey, we hebben hem. Rooi erop, iedereen. Woe. Deze heeft 89 armor. Deze heeft... damn it. Maar, kunnen we wel concluderen dat het waard is om die dingen voortaan op te pakken. Tenzij je zo'n kutkraan eruit krijgt. Kom op, daar wordt niemand blij van. Maar de kans is aanwezig dat er een shot kunnen inzitten of iets dergelijks. Oh man, maar goed dat het hier was. Jezus. Oh, zo kom ik niet vooruit. Mag ik iets droppen wat nutteloos is? De kamer blueprint. Ik heb niet echt veel wat ik kan droppen. Het schild is gewoon heel zwaar. Ik kan hem denk ik beter op mijn schouder meenemen, to be honest. Ik ben heel... Denk dat ik bij mijn base. Ja, volgens mij is het niet heel ver lopen. Wat is dat? Is dat een gouden? Oh no! Auw. Die gouden wil ik toch nog even pakken. Kom maar lekker op mijn schouder. Oké, jongens. Dit is ons eerste avontuur te voet. Door de wonderbaarlijke wereld van Ragnarokkers. We zijn bijna bij de bestemming. Ik zie daar volgens mij al de gebroken brug. Alleen hier is een bedreiging. Ja. Ja, een Argy. Oh no. Zo gevaarlijk. Laten we er voorbij rennen. Of wil hij ons bijten in onze billen? Oeh, man tegen de wildernis dit hoor. Kia. Ah, powerkreten. Yes, we zijn op de brug gearriveerd. En nu komen we met de plonzen der plonzen. Oh, wauw. Beetje ernaast. Oké, ik dacht dat hier het gat zat. Het heilige gat. Maar nee. Het zat dan niet. Plonzen! Uh-oh.
Nou, nee, dit gaat wel goed. Chill. Oké, even kijken. Mag ik daar hitten? Ja, we gingen niet plonzen. Sorry, dat was een leugen. En dan zijn we weer. Hopsakee. En oh my god. Jij bent heet. Jij bent echt heel erg fucking supermooi. Dat, ja, dat probeerde ik te zeggen. Goed. Waarom zitten jullie niet vastgehitcht? Dat jullie 100% gehitcht. Jou ook? Jou ook. Wat de fuck? Jongens, doe even normaal. Zo werkt de wereld niet. Die zitten wel vast toch, die PT's? Kom eens even hier, man. Zo werkt het toch niet. Hitch. 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 Zijn jullie allemaal gehitcht? Ja, volgens mij wel, toch? Oké, jullie hebben geen probleem, right? Oh mijn god, we zijn de PT's heen. No! Alle baby's kunnen niet meer hitchen. En maar het probleem is, wanneer ik deze dingen mij laat volgen, dan... Ja, weet ik eigenlijk niet wat voor een probleem dat dan is. Oh, ze lopen helemaal hier. You gotta be kidding me, dude. Kom hier. Oh, what the fuck? Oh, jongens. Ik zag dit vandaag toevallig in de comments. We hebben gewoon ook een Tila Coleo met een gele mutatie. Holy shit. Een gele en een groene. Alright, alright, alright. Ik zag het in de comments. Iemand zei, Rudy, ik weet het niet zeker, maar Dodo Krok is ook met een gele mutatie. En hey, daar hebben we hem. De gele mutatie. Hey. Jammer genoeg, allebei aan de onderkant. Ik weet niet wat vetter is. Ik denk als ik de gele mutatie op zo'n... Nee. Ik dacht als ik dat misschien op een oranje krijg, dat is dan wel dik. Maar ik denk dat het wel meevalt, to be honest. Ja, nee, dat valt denk ik wel mee. Ik moest even denken. Vandaar dat denk je zich. Waarom wil jij niet hitchen? Dit was jouw probleem. Hitch for me. Alright. Waar was ik ook eens mee bezig? Oh ja. Naar boven vliegen. En dan vervolgens het schild hierin pompen. Boom. Ik denk dat ik van die onderste gewoon mijn zadelkast ga maken of zo. Nou ja, prima toch. Lijkt erop dat de gele drop wel weg is, jammer genoeg. Oh, maar what the fuck? Is dat een rode? Ja. Ja. Poging 2. Oh, gelukkig. Beter dan de gele. Ja hoor, hebben we hem. Oh my god. Nou, snel. Stemmen, dat boeit me niet. Ga door. Ik heb zo vaak dat ik zeg maar aankom en dan die spannen ze, weet je wel. Dat is net de time op. Dus, don't mind if I haast. Hello. Oh. Oh, baby. Een... rocket launcher. Wel, primitive, want die gaan niet meer hoger. Ammo, prima. Journeyman mantelzadel. Nee, die heb ik al. Die mantria zadel kan de tering krijgen. C4 blueprint, prima. Altijd welkom. En een pompie. Heb ik helemaal niks aan. Nou, weet je, het is een kansberekening, jongens. Je kan niet alles hebben. Het enige wat ik nou nog niet kan uitstaan is dat ik denk dat dit de berengrot is. Maar volgens mij mis ik een ingang of zo. Of mis ik een gang waar die blueprint spannen. Ik voel mezelf nu echt heel stom. Je hebt daar een uitgang, je hebt daar een uitgang, je hebt daar een uitgang. Maar je hebt nergens de diepere gang, weet je wel. Oh, hier is het. Aha. Haha, hoho. Ik was het even kwijt. Er is nog een andere ingang. Ah, hier is het niet. Oké. Man. Ah, maar ik ben nog steeds kwijt. Ik bedoel, het is de plek van de mollenman. Hij moet hier ergens zijn. Dit lijkt er meer op. Hallo. Oh, is het weer hetzelfde of niet? Ik blijf die fout maken. Ik heb echt het idee dat ik iets over het hoofd zie. Maar wie weet wat? Ik weet wat, maar ik weet niet waar het is. Waarom is hij zo rete koud? Ik wilde net zeggen van... hey, ik heb eindelijk genoeg fortitude om de kou te weerstaan met een first setie. Maar nee hoor. Nope. Ja, dit is waar we de UT hebben getamed. Ja, in de buurt hiervan. 3 keer een scheepsrecht, zeggen ze toch. Oké, jongens, dit is de allerlaatste die ik voor jullie ga openen. En voor mezelf, want het is ondertussen bijna 22:30 s'avonds. Dus ik ben best zo moe. Dus ja, laat het iets goed zijn. Please. Ik heb het idee dat sowieso de gele crate beter is qua blueprints. En deze meer voor voorwerpen of zo. Prentice Gallimimus. Journeyman Kaiten in een autoturret. Ah, feels bad. Laten we terug gaan naar base, jongens. Nou, jongens, een paar high level dingen, maar niet hetgene wat ik zoek. Oh, ik ben zo pissig nu, hè. Ja, oh, zo boos. En wat moet je doen als je boos bent? Ja, dat weten jullie donders goed. Je moet. Oh, zo boos. Ja, je moet. Gewoon op je pikje getrapt zijn. En een... oh, goddammit. En een turret maken. Omdat je nog niet hebt. En dan eentje. Omdat ik... maar kan ik er niet meer craften? Kan ik er niet meteen 3 doen of zo? Ja, nee. Eentje maar. Oh, ja. Maar eentje. En dan... zo van, ja. Ja, als ik niks mag hebben... mag iemand anders niet meer hier bij mij op visite komen of zo. En dan zet je hier een turret op het dak neer. Voor nu. Ja, turret op het dak. Plan. En gewoon puur omdat je op je pikje bent getrapt. Alle shit in. Haha, 4 seconden warning. Ja. Serious business, boys. En dan moet je ook nog zo op je pikje getrapt zijn dat je nog allemaal over... of in doet... oh, had ik dat niet meer? Wel, ik had dat wel. Ja, ik had dat ingestopt. Ik had nog 86 of zo. Ah, hier, 87, zie je? Zo. Kijk, zie je? Die blueprints waren allemaal super nuttig. Ik heb dit eruit voortgekregen. Wauw. Super vet. Wauw. Ja, wauw. Oké, dat was, ja, een beetje jammer. Maar oké, we hebben wel... what the fuck, hoe kom ik nou maar binnen? Okay, laten we het nog eens doen. Maar dan eruit. Wee. Nou ja, het is niet compleet niks. Er zit wel wat in natuurlijk, het een en ander. Lekker, oeh, wat was dat? Oh ja, mantiszadel.
Ja, ja. Er zat het een en ander in. Laten we het daar maar ophouden. Voor de rest... Ik weet nu ongeveer wat ik moet verwachten. Het was oké, maar tegelijkertijd ook matig. Maar voordat ik ga afsluiten, wil ik nog even iets heel belangrijks doen. Namelijk even deze wals plaatsen. Oh nee, toch niet te zwaar. Kan niet meer lopen? Ah, kan wel. En als je goed kijkt, zie je daar dat alle baby's wel loslopen. Waarom? Waarom? Nee. Oké, ja, ik wilde even wat concrete walls plaatsen. Gewoon puur voor het begin alvast. Ik weet nog steeds niet hoe ik het aangepakt. Het wordt een combi met glas en concrete. Maar, oh, nee, red. Red one, wat doe je daar? Kom op. Kunnen die het water invallen zo? Nee, hè? Maar je moet ergens beginnen natuurlijk. Kijk eens hoe mooi het is. Ja, echt vet, man. Oh, hier is het echt heel scheef gegaan. Ja, kijk eens hoe vet het is. Super nice. Hier komt dus de woonlaag op waar allemaal fancy shit komt te staan. Laat ik dit ding maar eens even op wild zetten. Onder andere, all targets. Oh, nee, dan gaat hij toch niet op die vissen schieten, hè? Zul je zien, dat zul je zien, hoor. Ik bedoelde juist die Archie eigenlijk, maar... Oké, laten we hem niet op all targets zetten. Only survivors and mounted. Ja, prima. Maar wat ik dus nog te horen had gekregen is dat Don blijkbaar veel meer Argentina pace krijgt dan ik. En dat zou kunnen kloppen. En iemand had de theorie van, yo, misschien komt het wel door een hitching post. Dus ik ga denk gewoon proberen om een hitching post hierin te zetten. Even als test. En dan kijken hoeveel ik volgende week heb als ik inlog. Dus ik hitch jullie even allemaal lekker hier. Jij hitch. Want de hitching post is wel echt een wonderbaarlijk middel. En het zal me heel veel helpen als ik daar gewoon echt legit, laten we zeggen, 40k CP heb. Of Argentina paste heb. Cool. Ben benieuwd wat jullie gaan produceren voor mij, slakke mannen. Maar oké, jongens. Dit was hier dan weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie het tof vonden. We hebben allerlei dingen gedaan. Ja, super cool. Thanks voor het kijken. Abonneer als je meer wilt zien. Like als je het leuk vond. Laten we gaan voor de 5000 likes. Moet lukken. Ik weet zeker dat het kan. En ja, ik zie jullie in de volgende aflevering van Arkham nog ook. Später.